eerste uur. Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom in onze christengemeente Bundemeersen. Ook namens onze predikant, de heer Bosch, jullie welkom. Er is komende week woensdag Bijbelstudie bij familie Baan. En we hebben eenjarige, dan moet ik eens goed kijken. Dat is Kambis Kali. Wie is dat? Prima. Harte proficiat namens de hele gemeente, hè? En God zegen ook toegewenst. We gaan één lied zingen en dat is nummer 20. Zusters, het wandelen vanmiddag gaat niet door, want we zouden 20 kilometer gaan wandelen weer. Ongeveer zo. Nee, maar het gaat niet door vanwege de weersomstandigheden. Dit is nu droog. Maar stel dat we in Valkenburg zaten en dan moesten we terugkomen weer in de regen. We doen het een andere keer.
Ja, we genieten natuurlijk van het mooie weer, maar we zijn wel heel blij dat er vanochtend een buitje was. De rest van Nederland heeft het flink geregend de afgelopen dagen, maar nu eindelijk hier een beetje regen. Nou, hopelijk een wat afkoeling. Maar tegelijkertijd natuurlijk prachtig dat we zo mogen genieten van het mooie weer. God laat zijn zon schijnen. En we mogen vandaag in het bijzonder heel dankbaar zijn dat we heel dicht bij hem mogen zijn. Hier met elkaar, als de Bijbel het woord van God opengaat, dan mogen we hem ontmoeten en hem in het hart kijken. Het is denk ik goed om ook in een persoonlijk gebed te vragen aan de Heere God om zijn zegen, om zijn nabijheid, ook heel persoonlijk voor ons eigen leven, maar ook voor ons allen. En ik denk dat het goed is om zo meteen stil te worden. Dan zal ik daarna een korte belijdenis en de groet uitspreken, welkomstekst, en dan zingen we het volgende lied met elkaar. Maar zullen we met elkaar gaan staan, om ook zo zichtbaar te maken dat ons hart, dat ons verlangen naar de Heere God uitgaat en de ontmoeting met hem. We worden stil voor hem. We zijn hier vanochtend niet zomaar samen, maar we zijn samen in de machtige naam van God de Vader, die hemel en aarde heeft gemaakt. En Jezus Christus, de opgestane Heer en de Heilige Geest, die ons leven nieuw wil maken. En daarom mogen we ook geloven dat God zelf als de levende en de heilige God in ons midden wil zijn. Hij wil ons ontmoeten. En in zijn naam mag ik u en jou ook groeten. Er is genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader. En van onze Heer, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik heb een korte welkomstekst vanuit Efesiërs 2, waar heel kort wordt gezegd, Jezus is onze vrede. En heel bijzonder mogen we dat vandaag ook zien en vieren bij het avondmaal, dat Hij onze vrede is, dat het daardoor goed met God en met elkaar mag zijn. Wat een enorme rijkdom. En ik denk dat het mooi is om ook van die vrede van God te zingen. Dat is wat God heeft beloofd. In zijn genade wil hij die vrede geven. En heel bijzonder gaat het daar ook over in Psalm 85, derde vers. En op het scherm komt die psalm te staan. We gaan hem met elkaar zingen.
We gaan zometeen samen het woord van God, de Bijbel, openen om met elkaar over die vrede van God te lezen. En ik denk dat het goed is om eerst om de hulp van God daarbij te vragen, dat we ook echt een open hart hebben voor wat God vanuit ons, vanuit zijn woord tot ons te zeggen heeft. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, wij willen u hartelijk danken voor de God die u bent. En zo mochten we ook deze dienst beginnen, stilstaan bij uw majesteit, uw heerlijkheid en de kracht en ook uw liefde waarmee u alles hebt gemaakt. Wij mogen ons daar iedere dag opnieuw over verbazen. En het brengt ons ook vandaag samen om uw trouwen, uw grootheid, uw genade te bejubelen, ervan te zingen, maar ook heel dankbaar en blij mee te zijn. Heel een bijzonder mag dat vandaag ook als we met elkaar het Heilige Avondmaal mogen vieren. Teken van vrede, teken van uw genade. En Vader in de hemel, wij willen u bidden dat we er stil en verwonderd over mogen zijn. En dat die vrede van u ook in ons hart mag neerdalen en er ook van uitdelen. Wij willen u bidden, als we erover lezen in de Bijbel, dat het ook ons hart mag raken en ons leven zal veranderen. Dat we mogen groeien in geloof, of misschien voor het eerst al die stap zetten om u ons leven toe te vertrouwen. Zegent u ons zo allemaal, als misschien het christelijk geloof voor ons nog heel nieuw is en we ook naar de betekenis ervan op zoek zijn, meer willen weten over u, wilt u ons dan zegenen. Maar ook als we ernaar verlangen om te groeien in geloof, hoop en liefde, wilt u zo met uw Heilige Geest in ons hart werken, dat we strijden tegen wat verkeerd is, wat zondig is, maar dat we volop ruimte willen geven aan het werk van uw Heilige Geest. Vader in de hemel, wees ons zo nabij en laat heel deze dienst tot glorie van uw heerlijke naam zijn. Wij willen het u bidden in de naam van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Amen. We zijn met elkaar deze week in onze gemeente aan het nadenken over de vrucht van de Heilige Geest. En het is eigenlijk heel mooi om te lezen in de Bijbel dat God ons tot een mooi mens wil maken. Dat zijn we van onszelf niet altijd. Wat kunnen soms een lelijke trekjes, en dan zeg ik het nog maar heel klein, naar boven komen bij ons. Maar ook in het groot, wat kan er soms veel misgaan in ons eigen leven en ook in deze wereld. Maar God wil ons een mooi mens maken. Dat is zijn cadeau, zijn geschenk door de Heilige Geest. En in Galaten 5 kun je dat ook lezen. Dat de vrucht van de Heilige Geest iets is wat God ons wil geven. Het staat er in een enkelvoud. We hebben daar eerder met elkaar naar gekeken. En dat betekent dat God al die 9 dingen aan ons wil geven. Dus niet aan één de vreugde en dan weer in een ander de liefde. En dan weer een ander de zachtmoedigheid. Al die dingen wil God in ons leven laten groeien. Wat is dat kostbaar? Ik noem het nog even. De vrucht van de geest is liefde. Die gaat voorop. De vreugde en de vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We hebben de eerste 2. De afgelopen week hebben we daarover gelezen met elkaar. Hoe God liefde wil geven. Vreugde, blijdschap in ons leven tot stand wil brengen. Maar hij is ook de God van de vrede. En daarover gaan we vandaag lezen in 2 Bijbelgedeelten in Romeinen. Galaten 5 hebben we net gelezen. We gaan naar Romeinen en lezen vers 1 tot met 11. Romeinen 5 vanaf vers 1... En in dat gedeelte laat Paulus zien hoe wij vanuit onszelf eigenlijk vijanden van God zijn. Maar hoe God vrede heeft willen maken door zijn Zoon, Jezus Christus. Wij dan, zegt hij, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. Daar heb je dat woord, zo begint dit gedeelte direct al. Vrede bij God. Door wie? Door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan.
En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Wat word je dan blij en dankbaar met deze God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wonderlijk is dat. Omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Ah, dat is de reden. En de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. En verschillende van u en jullie maken dat ook mee in hun leven. Vervolging vanwege geloof. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Daar heb je het werk van de Heilige Geest, die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardig willen sterven, voor een goed mens willen sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren. Dat is zo bijzonder. Veel meer dan zullen wij, nu we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren, de boosheid van God tegen de zonde, deze zondige wereld. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven, omdat we verzoend zijn. En dit niet alleen, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Even verder, en dat is aan het slot van zijn brief aan de Romeinen, maakt Paulus dat ook heel concreet. Als jij de vrede met Christus in je leven ontvangt, dan gaat er wat veranderen. Dat kan niet anders. En anders ken je zijn vrede nog niet. Maar als je die vrede van God in je leven ontvangen hebt, dan word je ook een ander mens. En daar schrijft Paulus over in hoofdstuk 12, vers 18 tot en met 21. En hij maakt dat dan heel praktisch. Hij zegt, en daar begint het mee ook, leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Nou, dat is eigenlijk een beetje zuinig vertaald. Daar staat zoiets als, stel alles in het werk om in vrede met alle mensen te leven. En wreek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren van God. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. En Paulus noemt dan een voorbeeld, wat ook vanuit het eerste deel van de Bijbel genoemd is. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En tot zover de twee Bijbelgedeelten van vanochtend. We gaan zometeen met elkaar nog een lied zingen, maar ik wil eerst aan de kinderen vragen om eventjes naar voren te komen. En kom hier maar even bij de tafel zitten, jongens en meisjes. Kom er maar bij zitten, ook als je achterin zit, verwacht even wel tot je hier bent. Nou, wat fijn dat jullie er zijn, want dan vind ik het wel mooi om met jullie even te praten over waar het vandaag in de kerk over gaat. We hebben namelijk in de Bijbel gelezen over vrede. Maar wat is nou eigenlijk vrede? Wie kan me dat vertellen? Wanneer is er vrede ergens? Hebben wij vrede in Nederland? Gelukkig wel, hè? Scheen. Ja? Jolla? Oh ja, ja, jij denkt dat is altijd een mooi antwoord. God is vrede. Ja, maar daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Nee, eerst nog maar eens eventjes in ons eigen land. Dus waarom is er vrede in Nederland? Dat zeg je?
omdat er geen oorlog is. Maar jij wou precies hetzelfde zeggen, kijk. Ja, er is helemaal geen oorlog, hè? Daar zijn we wel heel dankbaar voor. En dat vieren we ook ieder jaar, hè? Dat er vrede in Nederland is, dat er rust is, dat je in vrijheid kan leven. Daar zijn we heel dankbaar voor. Want wanneer is er oorlog? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan als er oorlog is? Wat doen de mensen dan naar elkaar toe? Ja, weet jij het? Dat er een bom gebeurt. Ja, dat er bijvoorbeeld bommen vallen. Of? De soldaten gaan vechten tegen elkaar. Ja, dat is afschuwelijk, hè? Soms doen wij het misschien wel een beetje als een spelletje. Ik weet niet of jullie het spelletje Stratego wel eens gespeeld hebben. Nou, dat is ook oorlog. Ja, dat is ook eigenlijk een beetje oorlog, hè? Maar ja, dat is gelukkig niet echt. Dan is het maar een spelletje. Maar als je echt oorlog hebt, ja, dat is verschrikkelijk. Dat is heel erg. En er zijn bij ons ook mensen in de kerk, hè? Er zijn veel vluchtelingen uit Afghanistan en Iran en uit Afrika een aantal landen, Irak, ja. En die hebben ze oorlog meegemaakt en zelfs afschuwelijk. Nou, dan ben je heel blij als het goed is. Nou, de Bijbel kun je lezen. En nou kom ik bij jou, Viola, dat God vrede is. God wil geen oorlog en God wil ook niet dat wij ruzie met elkaar hebben. Dat we het goed hebben met elkaar. En vandaag vieren we dat ook, hè? Dat God het heeft goed gemaakt. Want eigenlijk waren we vijanden van God. Maar de Heer Jezus heeft zijn leven aan het kruis van Golgotha gegeven. En daarom mag het vrede zijn, mag het goed zijn met God. Maar nou zegt God tegen ons dat wij het ook met andere mensen goed moeten maken. Nou, hebben jullie wel eens ruzie met iemand? Als je heel eerlijk bent? Ja? Ja, ik ook. Oeh, pas nog. Oeh. Oei. Nou. Ja, dat is niet fijn, hè? Ruzie is helemaal niet fijn. En soms kunnen er wel eens hele erge dingen gebeuren. Dat is helemaal niet goed. Nou, dan moet je het goed maken, zegt God. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi als we dat dan gewoon ook maar gaan doen. Dus ik wil jullie een beetje helpen. Dus ik heb vandaag 2 bossen rozen meegenomen. Jullie krijgen van mij allemaal een roos. En dan mag je er voor jezelf over nadenken of er iemand is met wie jij wat goed te maken hebt. Nou, dan moet je er misschien even een kaartje bij schrijven. Of je moet even bedenken wat je gaat zeggen. Dus denk maar eens over of jij iemand weet met wie je het goed kan maken. En dan kan jij bij die ander een roos benken. Nou, als jij het met iedereen goed hebt, je weet niemand te bedenken. Nou, dan weet je vast wel iemand die ziek is of het moeilijk is en die het heel leuk vindt om jouw cadeautje te ontvangen. Maar bedenk eerst maar eens eventjes of er iemand is met wie je een beetje ruzie hebt. Met wie je goed zou kunnen maken. Ja? Oké. Nou, kom ik jullie allemaal een roos geven. Pas op voor de prikkels. Er zitten er niet veel aan. Valt wel mee. Maar als je hem goed pakt, dan gaat het wel goed, denk ik. Ja? Het zijn een hele echte. Nee, dit is geen kunst. Daarom prikken ze ook. Dus een beetje oppassen. Ja? Alsjeblieft. Pieter, Elsa, ja, niet te hard knijpen. Hier, wil jij er ook eentje? Hier, kom maar, pak hem maar. Ook voor jou, alsjeblieft. Nou, mogen jullie gaan bedenken aan wie je die gaat geven. Kijk, alsjeblieft. Ja? En er waren ook 2 dames die bij het binnengaan graag een roos wilden krijgen. Nou, er zijn er nog een paar over, dus jullie kunnen er straks in krijgen. Jullie mogen hier gaan zitten, dank jullie wel. Ja, dan weet je natuurlijk ook dat er wel een opdrachtje aan vast zit, Maria. We gaan met elkaar ons volgende lied zingen. We willen samen zingen. Lied 195, vers 1, 2, 3 en 4. En tijdens het zingen van het lied zal ook de collecte zijn. De collecte is bestemd voor werk in onze eigen gemeente. En de tweede collecte is bestemd voor de stichting Hulp door Genade. Dus van harte ook bij u en jou aanbevolen. We gaan nu zingen met elkaar. Lied 195, en dat is een gebed. Een heel mooi gebed om de vrede van God.
We gaan samen nadenken over dat mooie thema. Een mooi mens. En vandaag gaat het over de vrede als vrucht van de Heilige Geest. Dat is wat God ons wil geven. We gaan er straks ook van zingen. En dat doen we met lied, de woorden van lied 189, vers 3 en 4. En daarin komt ook de zin naar voren. Maak ons innerlijk bewust hoe schoon uw vrede is. Dus voor straks lied 189. Winston Churchill, hij is heel bekend geworden als minister-president van Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog, om zijn snedige uitspraken. En zo is er bijvoorbeeld van hem bekend dat hij op een gegeven moment in contact was met Lady Esther, een parlementslid in Engeland. En die had het niet zo met hem op. En die zei tegen hem, als ik uw vrouw was, dan zou ik vergif in uw koffie doen. Waarop Churchill antwoordde, als u mijn vrouw was, dan zou ik het opdrinken. Conflicten. Ja, wereldwijd. Overal kom je ze tegen. Conflicten. En soms ook in een hele heftige mate. Iemand heeft de geschiedenis eens onderzocht. Geschreven geschiedenis. 3100 jaar. Maar bleek dat er maar 286 jaar waren zonder oorlog. Heel weinig. En dat er in al die jaren 8000 verdragen en wapenstilstanden waren gesloten. Nou, dat is nogal wat. Maar vrede, is altijd vrede? Toen ik zelf in Israël was, een aantal jaren geleden, toen liep ik door de straatjes in Jeruzalem. Een eindje voor mij zag ik een groepje schoolkinderen, misschien een schoolklas bij elkaar, misschien een schooluitje of zo, dagje weg. En ze hadden heel veel blijdschap, veel plezier met elkaar, maar dan keek ik nog eens goed. En achter in de rij was een van de kinderen die een Uzi-geweer bij zich had. Is dat vrede? En op iedere bus in Jeruzalem zie je altijd wel een soldaat met een geweer bij zich, om de vrede te bewaken. Maar laten we ook maar heel dichtbij blijven. Is het in Europa anders? Als ik kijk naar Londen of Parijs, hoe vaak moeten daar niet gewapende soldaten staan vanwege terreuraanslagen of dreiging van terreuraanslagen? En in Nederland ook. Een tijdje terug was ik op Schiphol. Overal maar een chaussee. Want dan is het oppassen. Of er zou zomaar wat kunnen gebeuren. Is dat vrede? Maar laten we misschien maar heel dichtbij blijven. In ons eigen land zien we het bijvoorbeeld al tussen de verschillende provincies en Den Haag. We hebben het in Groningen meegemaakt, vanwege de aardbevingen daar. Nou, dat was een fix conflict met de overheid in Den Haag. Maar in Limburg was het toch niet anders in de tijd van de mijnen, toen de mijnen dicht moesten. Nee, dat was niet allemaal pais en vree, om zo te zeggen. En zo kan het ook op het voetbalveld er aan toe gaan. Er wordt wel eens gezegd, voetbal is oorlog. Nou, een paar weken terug was het niet best. Hier in de Geuselt, toen MVV moest spelen tegen Roda JC, nou, toen was dat te merken en vielen er ook slachtoffers. Maar misschien ook wel in je eigen leven. Heel dichtbij, tussen buren en familieleden, kunnen er soms heftige conflicten zijn. En kan het behoorlijk hoog oplopen. Maar ook in je eigen leven kan er onrust zijn dat je met jezelf overhoop ligt. Hebben we dat allemaal niet van tijd tot tijd? Dat je dingen hebt gedaan of gezegd van je denkt, oh, hoe heb ik het kunnen doen? Dat je iets beloofd hebt en je hebt het nooit gedaan. Dat je tegen jezelf hebt gezegd, en nou hou ik maar mijn afspraak. Of nou ga ik eens wat meer aan sport doen of ik ga dit doen of dat doen. Maar het is gewoon niet gebeurd. Dan lig je met jezelf overhoop. Is dat vrede? Nee, de vrede in deze wereld is soms heel ver te zoeken. Ondanks al die keren dat er een Nobelprijs voor de vrede wordt uitgereikt aan allerlei prominenten, voor je gevoel is de vrede nog geen stap dichterbij gekomen. Hoe kan dat toch? Waar ligt dat toch aan?
Ik vond de afgelopen week een gedicht van iemand die dat denk ik heel goed verwoordt. Ik wil het ook even voorlezen. Niet degene die de wapens maken, breken de vrede. De vrede is gebroken door wie de wapens nodig maken. Zoals ik. Daarom kan slechts wie mij de vrede brengt, wapens overbodig maken. Heeft die dichter geen gelijk? Dat er geen vrede in deze wereld is, in alle relaties niet, ligt dat gewoon niet aan onszelf. Wij kunnen de vrede niet maken. Maar we kunnen hem wel ontvangen. Daar gaat het vandaag in deze dienst over. En het bijzondere is dat de Bijbel God de God van de vrede noemt. En de grootste vredesmissie aller tijden heeft daar alles mee te maken. Want dat was Jezus. Jezus zelf kwam in deze wereld om Gods vrede aan te bieden aan ons. En dat vieren we vandaag hier bij het avondmaal. Daarom mag het ook feest zijn vandaag, dat er vrede mag zijn. Maar hoe zit dat dan? Zullen we daar vandaag met elkaar in deze dienst eens wat preciezer naar kijken? Een mooi mens wil God van u en van jou en van mij maken. Door onder andere vrede te geven in ons leven. Ik heb 3 dingen waar ik van u en met jou graag eens naar wil kijken. De eerste heeft alles te maken met harmonie. Want wat is vrede nu eigenlijk? In de Bijbel zelf komen we het tegen. In Romeinen 15 vers 33 staat er bijvoorbeeld dat God de God van de vrede wordt genoemd. De Bijbel is het boek van de vrede. Daar is God op uit, zou je kunnen zeggen. En daar is hij telkens in deze wereld ook mee bezig. In 2 Thessalonicenzen 3 vers 16 staat dat ook. Moge de Heere van de vrede zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen. Kijk, daar is God nou op uit. Hij is de God van de vrede en op allerlei manieren is hij drukdoende om ons zijn vrede te geven. Die wil hij aan ons kwijt. Hij wil dat het goed is in ons leven. Dat kun je niet alleen in het tweede deel van de Bijbel lezen, maar ook in het eerste deel van de Bijbel staat dat al. Daar wordt gezegd in Jesaja 9 vers 5 dat Jezus de vredevorst is. Dat is een heel mooi gedeelte waar wordt beloofd dat God een redder zal sturen, dat er een verlosser zal komen. En dan staat er een heel rijtje titels en de laatste, ik zou kunnen zeggen de allermooiste, dat is dat Jezus de vredevorst is. Dat is wat hij wil doen, hij wil vrede komen brengen. Nou, toen Jezus geboren werd, zongen de engelen dat op aarde. Je kunt dat lezen in Lucas 2. Vrede op aarde. Jezus kwam om vrede op aarde te brengen. Dat is wat hij wilde. En waarom is dat dan zo belangrijk? Wat is vrede dan? Wij, en zo was ook de reactie van de kinderen, maar die zal van ons niet anders zijn, denk ik. Als wij het over vrede hebben, dan spreken we vaak over dat wat er niet is. Zeggen vrede, dan is er geen oorlog. Dan zijn er geen wapens. Dan zijn er geen conflicten. Dat is vrede. Maar in de Bijbel is dat geen vrede. In de Bijbel gaat het niet om iets dat er niet is. Maar dan gaat het om iets dat er wel is. Dat aanwezig is. In de Bijbel is vrede, is shalom pas daar waar de verhoudingen goed zijn. Waar harmonie is. Dan is er pas vrede. In de Bijbel is vrede niet een leeg begrip, maar het is gevuld. Je handen worden gevuld, om zo te zeggen, met iets heel moois. Het mag goed zijn met God en met elkaar en met jezelf. Dan is er pas echt vrede. Vrede is dus niet daar waar er geen problemen zijn, maar waar liefde is, waar shalom is, waar het goed is. Dat is vrede. En dat kan nog wel wat vragen om voor die vrede te zorgen. Het heeft God alles gekost. Om naar deze wereld te komen en zijn vrede ons te geven.
En dan kom ik bij het tweede. Vrede is dus harmonie. Maar vrede betekent ook offer. Want het bijzondere is, die vrede wordt nou juist in deze wereld gemist. Die goede verhouding met God en met elkaar en met jezelf, die is er uit zichzelf niet. En dat is wat we hebben gelezen in Romeinen 5. Dat wij zelfs vijanden van God zijn geworden. We hebben God de rug toegekeerd. We zijn onze eigen weg gegaan. Wij wilden niet met God verder. Dus dat scherpe woord wordt zelfs in Romeinen gebruikt. We waren vijanden van God. We wilden niet met God leven. En toen was de harmonie weg. Waren er geen goede verhoudingen meer met God, met elkaar niet en met jezelf ook niet meer. En wat doen we? En zo is het toch in de praktijk. Wij bouwen onze muurtjes op. Nou, dat gebeurt ook in het groot. Denk bijvoorbeeld aan de Berlijnse muur. Ik ben in mijn studententijd nog in Berlijn geweest. Nou, daar kwam je niet zomaar langs. Er zijn ook heel veel mensen die hebben willen vluchten, maar op hun vlucht zijn neergeschoten. En denk nu aan de muur die Trump wil bouwen tussen Mexico en Amerika. Wij zijn er heel goed in om muren te bouwen. En dat doen we ook in het klein. Dat we muurtjes optrekken om onszelf heen. Dan bouwen we een muur op. We zijn onbenaderbaar geworden. Of we trekken muurtjes op met buren met wie we in de klins liggen. Of familieleden met wie we problemen hebben. Hoe krijg je dat nou anders? Want als je muren afbreekt, dan kunnen er zulke mooie dingen gebeuren. Ik moet wel denken aan de beelden van het neerhalen van die Berlijnse muur. Mensen hadden soms tijden elkaar niet gezien en ze vlogen elkaar om de hals. Het was weer goed, de muur was weg. Ik denk aan Noord- en Zuid-Korea. Er was dat vorig jaar of het jaar daarvoor, dat er één dag was dat familieleden uit Noord- en Zuid-Korea elkaar even mochten zien. Nou, wat een blijdschap. Jaren elkaar niet gezien. Voor eventjes was de muur, om zo te zeggen, weg. Wat is het mooi als de muur die er is tussen God en ons weg is. Dat we vrij tot God mogen gaan. Dat we zijn kind mogen zijn, als zijn kind mogen leven. In Efeziërs 2, vers 14, staat dat Jezus daar heel goed in is. Hij heeft de muur die er was, weggehaald. En hij wordt daar zelfs genoemd, zo ben ik de dienst ook begonnen, hij is onze vrede. Jezus is de vrede in eigen persoon. Als er iemand was van wie je kunt zeggen, hij is vrede, dan was het Jezus wel. Zo was hij. Hij was altijd bezig om God en mensen bij elkaar te brengen. Of om mensen bij elkaar te brengen. Of om vrede in je eigen leven te maken. Zodat de onrust uit je eigen hart zou verdwijnen. In vers 16, in Efeziërs 2, wordt dat ook gezegd hoe Jezus dat gedaan heeft. Dan staat er, hij heeft die twee met God verzoend door het kruis. Waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Zo heeft Jezus dat gedaan. Heeft hij vrede met God bewerkt. U en jij worden uitgenodigd vandaag om die vrede met God te ontvangen. Als wij met elkaar brood en wijn mogen gebruiken, dan gebeurt dat daar. Je zou kunnen zeggen dat brood en wijn de tekenen zijn dat er vrede met God is. En nog sterker, je zou kunnen zeggen, ze wijzen op Jezus. Hij is onze vrede. Zegt u daar, zeg jij daar vandaag ja tegen. Dat je zegt, Vader in de hemel. Ik heb niet geleefd zoals u dat wilde. Ik heb spijt van dingen die ik heb gezegd en gedaan. Maar ik dank u met heel mijn hart, uit de grond van mijn hart, dat er vrede met u mag zijn. Nou, neem dan plaats vanochtend aan het avondmaal. En ontvang die diepe vrede die God wil schenken in Jezus Christus, zijn eigen Zoon. En besef wel wat het betekend heeft. Als er bij ons in deze wereld ergens vrede is en twee legers bijvoorbeeld met elkaar gestreden hebben, dan is het de meerdere die de mindere zijn wil oplegt en hem onderwerpt. Zo ging het op een gegeven moment ook in de strijd tegen Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Toen moest Duitsland allerlei betalingen verrichten om voor de schade te betalen. En terecht, denk ik, die er was.
En dit is nou het wonder van genade. Dat het in het koninkrijk van God niet zo gaat. Dat God ons niet als het ware de rekening presenteert en zegt, en dit is nou wat voor schade jullie hebben aangericht. Met de dingen die je hebt gezegd, met de dingen die je hebt gedaan. Dat is toch verschrikkelijk. Betaal het maar. Maak het maar in orde. Vandaag bij het avondmaal mogen wij het als een cadeau ontvangen. En zegt God tegen u en jou ook heel persoonlijk, dit is nou mijn gift, mijn cadeau aan jou. Je mag leven met mij in vrede, genade maal. Dat is het eigenlijk, een maaltijd waar we de genade van God met elkaar vieren en dankbaar zijn dat Jezus de schade betaalt. Als dat gebeurt, en als je dat gelooft met heel je hart, en dan vond ik die spreuk van Loesje wel heel mooi, bewaar die vrede niet, maar deel hem uit. Want dat is wat de Bijbel zegt. Die vrede van God is heel bijzonder. Paulus zegt in Filippenzen 4 dat je verstand te boven gaat. Je begrijpt het niet. Maar op een wonderlijke manier wil de Heere God, wanneer je met de hand van het geloof die vrede aanpakt, vrede en rust in je leven geven. Ik las dat ook terug in een berichtje op Facebook van een goede vriend van ons, in het noorden van het land, die hartproblemen heeft en aan zijn hart geopereerd moet worden binnenkort. En hij schreef in dat stukje, wat nou zo wonderlijk is, hoe spannend het ook is, wij vinden het heel spannend, is dat ik zo'n rust en vrede ervaar. Nou, dat is heel wonderlijk, want je zou zeggen, alles in je leven ligt overhoop, loopt dit wel goed af? En God wil een diepe vrede en rust in ons leven geven. Dat gaat je verstand te boven. Misschien zeg jij vanochtend, ja, maar dat ervaar ik zelf helemaal niet zo. Ik ben nog zoveel aan het piekeren en ik lig nog aan zoveel dingen te denken. Zou het misschien kunnen zijn dat je de dingen misschien zelf wilt oplossen? En dat je moeite mee hebt om de dingen bij God in handen te leggen. In die tekst in Filippenzen 4 zegt Paulus, maak van je bezorgdheid een vraag aan God. Leg het nou maar bij hem in handen. En dan zal die vrede van God, die al het verstand te boven gaat, je hart bewaken. Zo staat het er. Er komt een schildwacht voor je hart te staan, zodat die akelige en nare ideeën niet verder komen. Of zou het kunnen zijn dat er misschien een gebrek aan vertrouwen is? Dat je God weinig vertrouwt. De Bijbel zegt, vertrouw nou maar op God. Hij wil bij je zijn en met je meegaan. Door de moeite en door de diepte van het leven heen. Het kan ook zijn dat je zegt, ja, maar ik lig nog vaak ook met anderen overhoop. En wat heb ik niet, een conflict, een moeilijke dingen allemaal. Zou het kunnen zijn dat de gezindheid, waar Filippenzen 2 vers 5 het over heeft, die in Jezus Christus was, zoals Jezus was, dat het jou daaraan ontbreekt om de minste te zijn. Paulus zegt, volg Jezus Christus na op die weg. Wees de minste. Als wij vandaag bij het avondmaal de vrede van God mogen ontvangen in het geloof, dan mag je zelf ook de vrucht van de vrede in je leven gaan uitdragen. Ik vind het heel bijzonder dat er maar twee teksten in het Nieuwe Testament zijn waar het woord vredemaken wordt gebruikt. De ene keer van Jezus, Colossenzen 1 vers 20. Daar staat dat Jezus vrede heeft gemaakt met God. En de andere keer in de zaligspreking wordt gezegd, gelukkig ben je als je een vredestichter bent. Nou, dat hoort bij elkaar. Als Jezus voor jou vrede met God gemaakt heeft, en je ontpakt dat met het geloof aan, dan word je zelf een vredestichter. Dan ga je uit die vrede leven en dan wil je niets liever dan dat het met een ander ook goed is. Want hoe kan het anders? Als jij vandaag avondmaal hebt gevierd en de vrede met God ontvangen hebt, dan wil je toch niet anders dan ook met anderen in vrede leven. En dan staat er in Hebreeën 12 vers 14 een hele sterke uitdrukking. Die wordt 3 keer in het Nieuwe Testament gebruikt. Dat je die vrede moet najagen. Dat je er achteraan moet zitten. Kijk, het betekent dus niet dat wij de problemen uit de weg gaan. Hè? We om de lieve vrede willen, zoals wij wel eens zeggen.
Nee, dat is geen vrede. Maar vrede is pas wanneer je hem opzoekt, wanneer je ervoor inspant, wanneer je je beste voor doet, alles op alles zit, najaagt, net zo lang bezig bent, totdat het goed is met anderen. Natuurlijk, zegt Paulus, voor zover het van jou afhangt. Maar dat moet wel je inzet zijn. Is dat bij u zo, bij jou zo? Heb je er echt alles aan gedaan om die vrede met een ander na te jagen? Of voor jezelf? In het eerste deel van de Bijbel wordt een prachtig voorbeeld verteld van Elisa. Die op een gegeven moment met de koning van Israël een probleem heeft. De koning staat op het punt om de vijand van Israël af te maken. Vijandige soldaten die Israël bedreigd hebben. Elise zegt, dat moet je niet doen. Geef ze nou maar te eten en te drinken. En dan moet ik maar eens kijken wat er dan gebeurt. Nou, dan laat de koning zich niet kennen. En dan zet hij ze een waar feestmaal voor. En wat gebeurt er? Jarenlang geen last meer van de vijand. Nou, in de bergreden geeft Jezus nog een paar van die voorbeelden. Als iemand aan je vraagt om een mijl mee te gaan, gaat er dan nog heen. Als iemand je om je hemd vraagt, geef hem ook je jas. Vrede maken, bedenk nou eens wat. Hoe je het weer goed kan maken met iemand anders met wie je misschien problemen hebt. Als jij een vredestichter bent, zegt Jezus, in Matteüs 5, dan word je een kind van God genoemd. Wat een geluk als jij zo'n vredestichter bent. Ik wil afsluiten met de vraag, hebt u wel eens een zaadje geplant? Misschien de afgelopen weken of maanden in de tuin, groentetuin, moestuin, of ergens een volkstuin die u misschien hebt. En dan zie je in het begin nog helemaal niks. Er komt water bij, zon komt, en dan gebeurt het. Hoe klein dat zaadje ook is, dat zaadje duwt de grond opzij. En dan komt een struik, of een plant, of een boom. En er komt wat uit de voorschijn. Ik moest er van de week aan denken, toen ik even contact had met een buurman. Toen wij in ons huis kwamen wonen, was ons door de vorige bewoners gezegd, oh, dat is een lastig iemand, altijd problemen. Nou, en inderdaad, op een gegeven moment waren we in huis bezig en er was wat lawaai buiten in de tuin van hond. Dus de hond van Michael die even op bezoek was. Jij weet het vast ook nog wel, Michael. Nou, die maakte wat kabaal. En ja hoor, er stond de buurman aan de bel. Wat een lawaai hier, kan er niet wat aan gebeuren? Ik zeg, misschien is het leuk om even eerst maar eens even kennis te maken. Want we elkaar nog nooit gesproken. Maar, nou, gelijk boosheid. Van de week zag ik hem. En was hij aan de achterkant van zijn tuin bezig op een heel klein en wankel trapje. Om wat discolampjes in zijn tuin aan te brengen. Want kennelijk was er wat te vieren. En als een vlaag ging het door me heen en ik liep naar hem toe. Hij zei, volgens mij is het wel een kleine trap. Het is best gevaarlijk wat u aan het doen bent, maar ik heb wel een ladder. En die mag u wel gebruiken, ik wil u wel even helpen. En toen dacht ik, kijk, volgens mij ben je dan dat aan het doen. Een zaadje aan het planten. En in de Bijbel wordt dat namelijk ergens gezegd. Ik weet niet of u die tekst kent. In Jacobus 3, vers 18. De vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Zaai maar eens wat vrede. En kijk dan maar eens wat er gebeurt. God heeft het in het groot gedaan. En hij wil het vandaag doen, bij het avondmaal en door deze dienst. Vrede zaaien, de vrede van Christus in uw en jouw hart. En als je daarvoor openstaat, en je zegt vandaag, Heer, ik dank u voor het offer dat u hebt gebracht. Dan kan de vrucht van de geest gaan groeien in ons eigen leven. En dan word je zelf, zegt de Bijbel, zo'n vredemaker. Nou, ik ben benieuwd waar u, of jij, een zaadje van vrede gaat planten de komende week. Amen. We gaan met elkaar zingen, het volgende lied. Dat is lied 189, vers 3 en 4.
Ik denk dat het goed is om samen ook stil te staan bij de betekenis van het avondmaal. En daar wil ik een paar dingen van noemen. We denken er met dankbaarheid aan hoe Jezus Christus aan het kruis zijn leven gaf voor ons. Zijn offer verzekert ons van zijn grote liefde. En daarom wil hij ook dat wij het avondmaal vieren om zijn offer te gedenken. In het evangelie van Lucas kun je dan ook lezen dat Jezus bij de instelling van het avondmaal zegt: ik heb er vurig naar verlangd deze maaltijd met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Zijn liefde gaat naar ons uit en dat vervult je met grote dankbaarheid en vreugde. Christus wil ons een nieuw en eeuwig leven geven. Deze geweldige redding vieren wij als broeders en zusters van één huisgezin met dit avondmaal. We worden bemoedigd in ons geloof en de redding van ons leven wordt zichtbaar gemaakt. Bij het avondmaal wil Jezus ons geloof door de Heilige Geest versterken om met nog meer vreugde en blijdschap hem te dienen. Laten we zo ons heil alleen van hem verwachten. Als wij onze zonden belijden en onze redding bij Christus zoeken, zijn we bij hem welkom. En dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. En dan deelt hij het heil uit. Vergeving van zonden, eeuwig leven, de vrede met God. En dan ervaren wij door zijn geest ook de eenheid met onze gastheer, zoals Paulus daarover spreekt in zijn brief aan de Galaten. Met Christus ben ik gekruisigd, zegt hij, en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Nou, die geest verbindt ons ook aan elkaar. Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam. We hebben immers al een deel aan dat ene brood. En zo genieten we aan de tafel van de Heer Jezus de voorrechten die wij nu al in Christus hebben. En tegelijkertijd mag je ook aan de toekomst denken. Paulus zegt dat wij de dood van de Heer moeten verkondigen totdat hij komt. En daarom zien we ook uit naar de terugkomst van Christus en naar de bruiloft van het Lam, waar hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Amen. Kom, Heer Jezus. Ik denk dat het goed is, voordat we samen het avondmaal vieren, om ook eerlijk naar God toe onze zonden hem te belijden. Zullen we met elkaar in gebed gaan? Barmhartige Vader, wij danken u voor het geschenk van het avondmaal en het geschenk van uw vrede. En wij danken u voor uw grote liefde die u ons in Jezus Christus bewezen hebt. Dat door zijn offer die vrede die we met u mogen ontvangen, dat die alles gekost heeft. Maar dat u uit liefde en barmhartigheid dat heeft willen doen. En wij danken u, Heer Jezus, dat u voor ons wilde lijden en sterven. En geef dat we steeds meer de waarde van uw offer inzien. En zo willen we al ons heil van u verwachten. En belijden we u onze zonde en komen we met onze schuld bij u. Want u bent het ware brood uit de hemel. En wij bidden u, voed ons en vermeerder ons geloof. Laat het steeds sterker mogen worden. En geef dat we dan niet twijfelen aan uw belofte. Wij danken u, Heilige Geest, dat u ons wilt reinigen. Wilt u ons leven nieuw maken. En geef dat we in oprechte liefde voor God leven. En dat we ook elkaar lief hebben en in vrede met elkaar willen leven. Verhoor ons, barmhartige God, om Jezus wil. Amen. Ik denk dat het mooi is om ook samen ons geloof te belijden. Als je avondmaal viert, dan zeg je opnieuw dat je van God houdt, dat je hem wil dienen in je leven. Zullen we met elkaar gaan staan en zo ook voor ons geloof echt staan, dat we ook willen laten zien dat we God willen dienen, hem alleen. En spreek dan in uw hart met me mee. Ik geloof in God de Vader, hij is de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, hij is onze Heer. Hij is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en is neergedaald in het Rijk van de Dood. Maar op de derde dag is hij opgestaan uit de doden en is hij opgevangen naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof ook in de Heilige Geest die ons leven nieuw wil maken. En ik geloof
De heilige katholieken, dat is de algemene en universele kerk. De gemeenschap der heiligen en de vergeving van de zonde. De opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Zullen we nu staande met elkaar ook zingen over deze God die ons zijn vrede biedt? We zingen uit de bundel lied 196. Dus lied 196, God van trouw. We mogen nu met elkaar het avondmaal vieren en dan doen we opnieuw belijdenis van ons geloof. Dan zeggen we ook tegen God dat we zonder hem niet kunnen. En dan spreken we uit dat Jezus Christus onze redder, onze verlosser is. En dat hij eens en voor altijd het offer voor onze zonde heeft gebracht. En daarom is er, als oprecht berouw hebben, vergeving van al onze zonden. Dan mogen we een nieuw leven leiden en hem als onze Heer dienen. En als u ook als gast daar vanochtend ja op kunt zeggen en Jezus Christus beleidt als uw redder en verlosser, dan nodig u ook hartelijk uit om vandaag met ons het heilige avondmaal te gebruiken. Daarmee denken we dan aan alles wat Jezus door zijn dood aan het kruis heeft gedaan. En mocht u of jij niet deelnemen aan het avondmaal, gebruik dan dat moment om over de betekenis van Jezus lijden en sterven voor jezelf nog eens na te denken. Wij willen nu met elkaar zingen lied 45. Dat is een lied van verlangen. Het is psalm, een berijming van psalm 42, maar het is lied 45. Een lied van verlangen.